Waarom ligt ons oordeel over iemand binnen 1 seconde al klaar? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Als ik deze 2 plaatjes laat zien aan u, 2 heren, en ik vraag u heel snel, welke ziet er het meest competent uit? Wie zegt links? Wie zegt rechts? Ja, het is een kleine meerderheid voor links. Dat was ongeveer ook de uitslag van het stemmen bij de senaatsverkiezingen in 2004 in Wisconsin, waar dit de 2 kandidaten waren. Een meerderheid, kleine meerderheid voor links. Onderzoek heeft laten zien van wederom mijn collega Alexander Todorov uit Princeton in dit geval. Van heel veel senaatsverkiezingen in Amerika, die natuurlijk door heel Amerika plaatsvinden, heeft hij proefpersonen die verder niks van die senaatsverkiezingen wisten, heeft hij gevraagd van steeds de 2 kandidaten aan te geven, onder andere hoe competent het gezicht is, om daar snel een oordeel over te geven. En dat blijkt veel beter dan Maurice de Hond dat kan te voorspellen wie uiteindelijk daadwerkelijk die verkiezingen had gewonnen. Moet u ze op u in laten werken. Dus je weet niks, je weet helemaal niks van het politieke programma, van welke partij die van is enzovoort. Maar puur het oordeel, het competentieoordeel op grond van de gelaatskenmerken, voorspelt in hoge mate wie uiteindelijk de verkiezingen wint. Dan is mijn vraag aan u, heeft u het gevoel wel eens beoordeeld te zijn op grond van uw gezicht? Hier wordt geknikt. Ik zie de meeste mensen knikken. Ik heb dat gevoel ook wel eens. Dat je gewoon op je allereerste indruk die jij maakt op een ander beoordeeld wordt. Het is denk ik ook niet voor niks dat wij als mensen ons daar ontzettend druk over maken. Dus op een foto willen we er goed op staan. De helft van de westerse mensheid is met make-up bezig. Waarom doen we dat? Ja, om de juiste, voor ons juiste indruk op een ander over te brengen. Je doet je haar goed, of niet in mijn geval. Maar je bent bezig met die eerste indruk om gewoon goed over te komen. En dat is niet voor niks, want onderzoek laat zien dat je gezicht, de vorm van je gezicht, je gelaat, hele grote invloed kan hebben. Stemgedrag, hebben we zojuist gezien, lijkt dat van invloed te zijn. Strafmaat. Is het van invloed op bepaalde eigenschappen van je gezicht? Als je gezicht meer eigenschappen heeft die mensen meer met criminaliteit associëren, blijk je hogere straf voor hetzelfde vergrijp te krijgen. Datingvoorkeur. Mensen met open gezichten, aantrekkelijke gezichten, die worden eerder gekozen om mee te daten. Mensen met dominante gelaatstrekken verdienen in hun eerste banen een hoger salaris. Verdienen in hun eerste banen een hoger salaris. Als studenten met elkaar games spelen in gesimuleerde spelletjes, om geld bijvoorbeeld, dan blijkt de betrouwbaarheid van het gezicht van de partner met wie ze spelen van grote invloed te zijn op hoeveel geld ze uiteindelijk die ander toevertrouwen. Weten ze nou iets van het karakter van die andere persoon? Nee, maar ze hebben in ieder geval wel hun oordeel klaar op grond van die betrouwbaarheid van dat gezicht. Dat is dus van grote invloed. Ik wil graag een verhaaltje met u delen. Een ervaring die ik zelf heb gehad een tijdje geleden in Athene. Daar stond ik te kijken naar iets ouds. Terwijl ik daar een tijdje stond te kijken, kwam er een wat oudere man op mij af met een ontzettend sympathiek, betrouwbaar gezicht. Echt een vriendelijke, oude man. En die raakte met mij aan de praat. En die vroeg, die legde uit waar ik naar keek en die had een verhaaltje. Die vroeg, waar kom je vandaan? Ik zei, Nederland. Oh, Amsterdam. Hij had een nichtje. En dat nichtje studeerde in Amsterdam. Nou, dat is leuk, dan heb je meteen een binding. Dus zo raakten we wat aan de praat. En op een gegeven moment zei hij, mag ik je een biertje aanbieden? En echt niks in mij twijfelde. Alleen keek ik op mijn horloge en ik dacht, nou, ik moet uiteindelijk wel naar mijn afspraak, mijn werk, waarvoor ik hier in Athene ben. Dus ik ben niet op de uitnodiging ingegaan, maar om eerlijk te zijn, ik voelde mij een beetje schuldig. Want het was zo'n sympathieke man. Ik liep verder terug naar mijn hotel, in diezelfde omgeving. Komt een andere, oudere man op mij af. Die begint een praatje
En die heeft ook een nichtje die in Amsterdam studeert. Toen dacht ik, nou, deze kans is wel heel erg klein. Dus ik vraag 's avonds aan mijn Griekse collega, wat is hier precies aan de hand? En die zegt, nou, het is heel goed dat je hier niet op in bent gegaan. Want wat er gebeurt, toeristen worden dan naar een bar gelokt. En dat biertje is uiteindelijk heel duur. Dat moet jij betalen. En voordat je het weet hangen er ook allemaal vrouwen om je nek die je uiteindelijk ook moet betalen. En aan het eind betaal je de hele bar en kom je ook niet weg zonder dat je voor de hele bar betaald hebt. Als je erover nadenkt, als je de boel wil oplichten. En stel je hebt een heel erg onbetrouwbaar uiterlijk, wat mensen zien als onbetrouwbaar. Heb je dan de goede carrière gekozen? Helemaal niet. Ik ken geen enkele goede, als je kijkt naar programma's als oplichters enzovoort. Het eerste wat mensen altijd zeggen, nou hij kwam zo betrouwbaar op me over. Ja natuurlijk, want dat maakt een goede oplichter. De accuraatheid van die oordelen is vaak heel erg laag. Waarom gebruiken we ze dan toch? Waarom hebben we dan toch zo snel zo'n oordeel klaar? En er blijkt ook uit onderzoek dat we bijvoorbeeld zaken als betrouwbaarheid, dominantie, je hoeft een gezicht echt 100 milliseconden, soms zelfs nog langzamer, 75 milliseconden, sommige onderzoekers zelfs 35 milliseconden aan te bieden. En mensen hebben amper gezien dat ze een gezicht gezien hebben, maar kunnen wel zeggen dit was betrouwbaar of niet. Heel snel hebben we dat klaar. Nou, het idee is, hoeveel wetenschappers daar op dit moment over denken, is dat het te maken heeft met overgeneralisatie. We willen alle informatie, als ik jou voor het eerst ontmoet, heb ik heel weinig informatie over jou. En ik wil alle informatie die er is, die wil ik gewoon zo goed mogelijk gebruiken. En één vorm van overgeneralisatie is bijvoorbeeld het babyface gezicht. Dus we zijn als mensen er heel erg op gericht dat baby's, ja die moeten overleven. Die zijn hulpeloos. En baby's hebben ook kenmerken, specifieke gelaatskenmerken, die wij dus heel sterk associëren met hulpeloosheid. En dat is maar goed ook, want als we dus een baby zien, als we een gezicht herkennen als een gezicht van een jong kind, ja dat heeft dus hulp nodig. Dat heeft aandacht nodig enzovoort. Het omgekeerde van dominant zijn. Het idee dat babyface gezichten dus als minder dominant worden gezien, of het omgekeerde van babyface gezichten juist als dominant, is een soort overgeneralisatie van dat babyface effect. Ons systeem neemt eigenlijk het zekere voor het onzekere en overgeneraliseert. Hetzelfde idee is met emoties. Als je neemt een willekeurige voetbalcoach, nou niet helemaal willekeurig gekozen in dit geval. Stel je hebt een gezicht, wat in het geval van Frank de Boer, die ik verder overigens niet ken en ongetwijfeld een hele aardige man is. Dus dit gaat niet over Frank de Boer zelf, maar dit gaat over zijn gezicht, wat altijd een beetje zo nors met die wenkbrauwen staat. Nou, daar is Frank de Boer gewoon mee geboren. Het idee is van de overgeneralisatiehypothese, ons systeem is erop gericht om heel snel emoties te herkennen. Het is heel belangrijk voor ons om te weten, is iemand die op mij afkomt, wil die mij kwaad doen of niet? Is die boos of niet? Is het positief of is het negatief? En dat is een tijdelijke staat van het gezicht. Maar als jij geboren bent met kenmerken in je gezicht, die tijdelijke staat zeg maar meer permanent laten zien, ja, dan overgeneraliseren we het. En kunnen we een gezicht als dit dus als meer chronisch boos zien eigenlijk. En de karaktereigenschappen die daarbij horen, daar dus ook aan toeschrijven. We gebruiken gewoon al die informatie. Nog een voorbeeld van overgeneralisatie. Ook, vind ik ook een mooie. Iets waar we ook heel veel kennis van hebben, dat ben ik zelf. Ik zelf ben namelijk oké. Ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar de meeste mensen vinden zichzelf heel positief. Jezelf heb je overleefd, dus je bent goed. Je bent gewoon goed. Onderzoek laat zien dat als je een deel van een gezicht, deels een gezicht van jezelf, morft in het gezicht van een ander. In dit geval is de rector magnificus van een van de rector magnifici van de Universiteit van Nederland, Alexander Klupping, die zie je hier. Maar er is wel iets speciaals aan de hand, namelijk mijn gezicht zit hier voor een deel doorheen. De onderkant van het gezicht. Mijn gezicht zit hier voor een deel doorheen. Dat zal ervoor zorgen dat ik deze versie van Alexander Klupping leuker vind, positiever vind, laat onderzoek zien, dan een versie van Alexander Klupping waar mijn gezicht niet doorheen zit.
Ze hebben bijvoorbeeld ook bij Amerikaanse verkiezingen hebben ze gedeeltelijk het gezicht van proefpersonen zelf voor 10%, een heel klein beetje, dat valt amper op, door het gezicht van een van de kandidaten heen gemorfd. En dat maakt de kans groter dat je die kandidaat gaat kiezen. Je overgaat en generaliseert de kennis die je zelf hebt. Nog een voorbeeld, herkenbaar waarschijnlijk voor velen. Ik ken ook mensen, ik heb ervaring met gezichten. Ik heb ervaring met mensen om me heen, met mensen die ik ken. Stel, je komt iemand tegen en die lijkt op iemand die je kent. Wat ben je dan geneigd te doen? Die zal wel net zo zijn. Of je wil of niet, je gaat de kennis die je hebt van die persoon die je al kende en op wiens gezicht dat nu, die nu voor je staat op lijkt, ga je in feite overgaan en generaliseren. En ergens is dat heel erg veilig, een hele veilige strategie voor ons om te doen, want we willen gewoon snel ons oordeel over die ander klaar hebben. Wat ik ook interessant vind daarin, is als je kijkt naar dat onderzoek naar gezichten, en we zijn ze al een paar keer tegengekomen, zijn er eigenlijk twee dimensies die heel veel terugkomen. Eén is die babyfaceness dominantie, die zijn we al een paar keer tegengekomen. En de andere is die betrouwbaarheid, positief of negatief. En daar zijn ook interessante ideeën over als je dat vanuit evolutionair perspectief bekijkt. Op het moment dat iemand op ons afkomt, wat is dan vanuit overlevingsperspectief heel belangrijk om te weten? Het eerste, is het positief of is het negatief? Dat is dat betrouwbaarheidsoordeel. Kan ik het vertrouwen of niet? Is het goed of is het slecht? Als het goed is, dan kan ik erop af. Als het slecht is, dan moet ik afstand houden. Maar het tweede, wat ook belangrijk is, en dat heeft met die dominantie te maken, kan het iets? Als iets slecht is, maar hulpeloos, het kan niks, het is niet competent, moet ik me er dan zorgen over maken? Dan hoef ik me geen zorgen over maken. Als iets slecht is en het is heel erg competent en dominant, moet ik me dan zorgen maken? Ja, dan voel ik me bedreigd. Als iets heel positief is en het kan ook nog eens heel veel, ja, dan moet ik er achteraan. Dan moet ik dat volgen. Daar moet ik mijn voordeel mee doen. Nou, vanuit die ideeën worden nu steeds meer ideeën ontwikkeld dat er dus evolutionair gegronde redenen zijn waarom we juist die betrouwbaarheidsdimensie, hoe betrouwbaar of niet, of die dominantiedimensie zo snel uit gezicht te halen. Omdat het gewoon voor ons als mensen heel belangrijk is om heel snel dat oordeel klaar te hebben. En als je er dan eens een keertje naast zit, ja, dan neem je dat maar voor lief. Want beter maar een keertje ernaast zitten, dan dat je geen oordeel klaar hebt of dat je zelfs een verkeerd oordeel klaar hebt. En we zien dan ook dat met name waar het bedreiging betreft, waar het angst betreft, dat is de emotie die we het snelst herkennen. Waar we het snelst op ingaan. Want die moeten we natuurlijk herkennen, want dan moeten we afstand houden. Dan moeten we onszelf zien te redden. Ik ben zojuist was ik bij het café hier bij de buren hier van tevoren koffie drinken. En toen kwam ik aan en toen binnen en toen gaf ik meteen aan van ik heb geen cashgeld, dus ik moet pinnen. Nou, toen zei die meneer achter de bar, zei dat is prima. En toen ik wegging, toen bleek de pinautomaat geen contact te maken met het internet en die deed het niet. En dat was heel grappig, want toen zei ik van nou, ik zit de hele avond hier bij de buren. Ik kom straks nadat ik daar klaar ben, kom ik terug om mijn 7,50 te betalen. En toen vroeg hij, wat gaat u dan doen bij de buren? Nou, toen legde ik uit wat ik hier ging doen. Toen zei hij, nou, u heeft een heel betrouwbaar gezicht. Ik geloof dat u straks terugkomt om die 7,50 te betalen. Nu is het uiteindelijk aan mij om dan te laten zien dat een oordeel ook daadwerkelijk accuraat kan zijn. Die accuraatheid, dat is ook interessant. En dat is hier de laatste slide. Die accuraatheid is dat we er verschrikkelijk naast kunnen zitten, dat zien we ook uit recent onderzoek, waar als je gezichten met specifieke emoties, als je die van verschillende hoeken laat zien, dan blijken mensen in sommige gevallen ook verschillende karaktereigenschappen aan iemand toe te schrijven, afhankelijk van de hoek waarin de foto is genomen. Nou, dat is natuurlijk heel raar om dat aan een vaste persoonlijkheidstrek toe te schrijven, dat de hoek waarin de foto is genomen, dat die van invloed is op wat voor karakter iemand uiteindelijk heeft. Dat is een constructie van ons brein.
Overigens, u kijkt hier naar Gijs Belstra, ook iemand met wie ik samen heeft gewerkt, die hier heel duidelijk een gelaatsuitdrukking, een emotie laat zien, het dynamische aspect van het gezicht. En in het volgende en laatste college wil ik graag dieper ingaan op juist dat deel, de emoties die we laten zien met onze gezichten. Maar vergeet dus niet, uiteindelijk is wat we zien in het gezicht van een ander, zegt waarschijnlijk meer over onszelf dan over die ander. We'll be right back.